Oké, in deze videotutorial ga ik even illustreren hoe je twee foto's gaat gaan blenden. Dus een exposure blend maakt van twee beelden. De reden waarom je dat gaat gaan doen is omdat je met een enorm contrastrijk zit. Dat soms in situaties moeilijk is om grijsvloogfilters te gaan gebruiken. En dan kan je twee beelden gaan maken waarbij je één beeld gaat belichten voor de hooglichten, één beeld voor de schaduwen en achteraf kan je die twee beelden dan gaan samenvoegen in Photoshop. Ik heb een voorbeeld tonen van het eerste beeld. Dus hier ziet u een beeld waar detail in de lucht, dus in de hooglichten, werd behouden. Het volgende beeld waar het detail in de voorgrond, dus in de schaduw, werd behouden. En die twee beelden ga ik dan gaan samenvoegen. Kan je deze beelden best eerst optimaliseren in Lightroom, dus zorgen dat die beelden eigenlijk beide mooi afgewerkt zijn. En dan ga je naar Photoshop. Ik kan gemakkelijkheidshalve werken vanuit Lightroom en kan ik kiezen voor Edit In en dan Open as Layers in Photoshop. Dan gaat de software al automatisch eigenlijk twee nieuwe lagen aanmaken in Photoshop en daar die foto's plaatsen. Oké, nu wat ik best ook nog eens kan doen is die beide foto's eerst mooi op elkaar aligneren. Stel dat er toch een klein beetje verschil is tussen de twee foto's. Dan kies ik voor Edit, Auto Align Layers. In Nederlands is dat ergens bewerken, lagen automatisch uitlijnen zal dat heten. Kies voor automatisch. Ik moet hier geen lenscorrectie en zo meer doen, want dat is al gebeurd natuurlijk in Lightroom. Oké. Dus je ziet dat Photoshop nu de lagen aligneert. Wel, dan ga ik in één laag nu een masker aanmaken. Een masker aanmaken doe ik hier onderaan. Het layermask. En zo'n masker gaat eigenlijk gaan bepalen wat je van die bepaalde foto kunt zien. En wat van die bepaalde foto wordt verborgen. Als dat masker volledig wit is, zie ik alles van die foto. Is dat masker zwart, dan zie ik niets van die foto. Dus wat moet ik eigenlijk proberen? Wel, ik moet een geleidelijke overgang hebben. En daarvoor kan ik eigenlijk best gebruik maken van een gradient filter. Want die filter gaat over van zwart naar wit. En dus langzaam van eigenlijk tonen naar niet tonen. Dus een beetje trial and error om hier de juiste overgang, een beetje, of de juiste gradient te tekenen. Dat vraagt wat proberen. Waar dat je precies moet gaan starten en waar dat je precies stopt. Ik denk dat ik hiermee met dit beeld al ongeveer ben waar ik zou moeten zijn. Dus dit lijkt mij een vrij natuurlijk resultaat. Dan ga je nog even de lagen samenvoegen. En moet je eventueel nog een klein beetje gaan kroppen, omdat ik een heel klein beetje een verschil had tussen de beide foto's. Voilà, en dan is dit mijn eindresultaat. Oké, nu ga ik nog een tweede voorbeeld tonen. Dit is dan een iets moeilijkere blend, want hier ga ik niet alleen moeten gebruik maken van een gradient, laat maar zeggen, maar ga ik ook nog lokaal wat moeten gaan oplichten of donkerder maken. Ik kan hier die twee lagen openen in Photoshop. Edit in, Open as Layers in Photoshop. Die twee foto's worden in lagen boven elkaar gezet. Opnieuw voor alle zekerheid nog eens aligneren. Edit, Auto Align Layers. Oké, kijk, deze zijn perfect eigenlijk. Opnieuw een masker aanmaken. En dan ga ik opnieuw een gradient gaan gebruiken. En nu ga ik eerst, ik ga mijn gradient hier een beetje schuin trekken. Ik zie hier trouwens mijn hand staan, dus niet van dommigheid, laat maar zeggen. Maar dus, waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik natuurlijk, als ik tegenlicht fotografeer, zit ik in één beeld met flare. Natuurlijk ga ik van dat beeld nooit het beeld waar ik in mijn hand toon, ga ik de flare uit mijn voorgrond halen en dat hand ga ik nooit zien in mijn uiteindelijke beeld. Zoals dat je hier nu ziet, hand is verdwenen, want ik toon dat deel niet van die foto. En zo kun je flare eigenlijk gaan vermijden in een bepaald beeld, omdat je dan
je hand ervoor de zon kunt houden, zodat de flare weg is uit de voorgrond, aangezien dat je dat toch enkel de voorgrond van dat beeld gaat zien en nooit het deel waar dat je eigenlijk je hand voor de zon hebt gehouden. Dus vandaar heb ik een gradient getrokken en dit is mijn uitgangspunt. Nu, je ziet hier al wel een beetje dat die voorgrond hier, het is vooral op die rotsen dan, dit stuk toch wat te veel, dat er eigenlijk te donker is, dat er te veel van de bovenste laag wordt getoond, de donkerste foto. Dus ga ik dit hier nog lokaal wat oplichten. Dat kan ik doen met een brush. En dan ga ik met een zachte brush, dus niet te hard. Percentage van 5, 6 of zo. Ga ik hier nu nog lokaal gaan verven, laat maar zeggen. Gaan schilderen in die mask natuurlijk. En dan als ik met zwart ga gaan schilderen, ga ik bepaalde delen van mijn bovenste laag weer verbergen. Dus je ziet hier al langzaamaan dat hier misschien iets harder zetten. Dat die delen hier opgelicht raken. Zo kan je ook nog, dus ik start meestal eigenlijk met een gradient om een goed uitgangspunt te hebben en dan ga ik indien nodig, bij de voorgaande foto was dat niet nodig, bij deze foto wel, ga ik indien nodig nog lokaal wat gaan oplichten of gaan verdonkeren eventueel. Opletten dat ik natuurlijk niet te ver brush, want dan zou ik hier weer mijn hand laten zien. Dus ik ga hier stoppen. Oké, ik denk dat dit opnieuw een vrij natuurlijk resultaat is. En is een blend eigenlijk van twee beelden iets ingewikkelder dan de vorige. Maar uiteindelijk zie je dat ik op een paar minuten door die twee beelden aan elkaar zet. Het is een kwestie van ze in het veld op de juiste manier te maken. Oké, tot zover deze tutorial.